Zo. Even kijken. Ik heb zojuist een pakketje gekregen uit Duitsland. Een pakketje met een inhoud waar ik echt al, nou, denk al 2 jaar geleden echt aan had moeten beginnen. Hier zitten namelijk lensjes in voor mijn goggle. Ik heb een bril en zonder de dioptrie lensjes in die Fat Shark kan ik niet scherp zien. Daar heb je echt wel, de sterkte die ik heb, min 2,75, min 3,5, heb ik echt wel gewoon dioptrie lensjes nodig. Zitten dus al, nou volgens mij iets van 2 jaar, zitten er van die min 4 lensjes in, zonder cilinder, gewoon hele simpele plastic van die lensjes. Ooit een keer gekregen van Joon, dankjewel Joon. Hebben me erg geholpen, maar ik ben heel benieuwd wat deze lensjes van RHO uit Duitsland precies voor mij gaan doen. Nou, een mooi doekje erbij van RHO Lens Sharpen Your Vision. 2 zakjes met daarin de lensjes voor links en rechts, neem ik aan. Een lensje waarvan zij stelden in een nieuw design. Ze hebben een laser geprint omhulseltje om het daadwerkelijke lensje. Dat zou beter passen in je goggle. Zo'n klein tapje, daar staat het lettertje op en hier zit een klein boogje in en dat snapt dus heel mooi in. Hatschakee. Ik pak ook even een quadcop erbij en even kijken hoe daadwerkelijk het beeld is van. Die lensjes, of in ieder geval van mijn quadcopter op mijn ogen. Wow. Even kijken, deze dingen kunnen nu gewoon precies in het midden, want doordat mijn pupilafstand ook is doorgegeven, zie ik, kunnen die displays gewoon in het midden staan. Oeh, dit is wel echt even scherp. Niet normaal. Nou, in die zin scherp, dat is wel grappig. Ik dacht dus altijd dat ik wel redelijk scherp zag. Ja, los van de cilinder die natuurlijk niet in die andere lensjes zat. Maar ik zie dus nu gewoon dat mijn lensje van mijn quadcopter helemaal niet scherp is. Even kijken als die naar onder een hoek staat. Ja. Hallo. En ja, verder lijkt het beeld ook wel ietsje groter te zijn geworden dan met die dioptrie lensjes. Dit had ik echt dus inderdaad 2 jaar geleden al moeten doen. Die paar tientjes dat het kost, geef je honderden euro's uit aan een bril. En dan doe je het niet voor dat ding wat je ook bijna zo wat de helft van de tijd op hebt. Ik ben trouwens even benieuwd wie allemaal deze video ziet en ook een bril draagt en ook aan zit te denken om dat soort lensjes te kopen. Hoeft overigens niet alleen voor de Fat Shark, hè. Ik zag ook dat ze de Skyzone en de Iomway versie ondersteunen. Juist doordat ze die dingetjes geprint hebben, die inserts, kun je eigenlijk voor elke bril met, of elke goggle met 2 van die lensjes kun je custom lensjes krijgen. En verder een hele mooie lensjes wat je volgens mij ook gewoon hier van brillenglas gemaakt wordt, of dat kunststof. Met spiegeling ook zelfs erin. Crystal clear beeld. Hoe relaxed. Ja, ik ga hier nog even een klein dingetje testen wat niet heel erg spannende beelden oplevert. Dus tot zover deze video. Dankjewel voor het kijken. Like je nog even deze video. En ik ben trouwens ook even benieuwd als jij ook een bril hebt of een afwijking en je bent op zoek naar dit soort lensjes. Laat even weten in een reactie onderaan dit bericht.